Ploegen gaan rusten. 1-0 voor West-Duitsland. Graag tot straks in de tweede helft. En dat zei Theo Rijtsma vanuit het Olympisch Stadion in Rome. Wij hier in de studio hebben als gast Arie Haan. Jammer genoeg Arie Haan, zeg ik, want jij had jezelf ook daar beter op het veld zien staan dan hier zittend in zo'n zweterige studio. Ja, liever wel natuurlijk, maar ik zie Duitsland nu weer spelen. Ik geloof dat ze een hele goede en knappe partij spelen. Het is jammer eigenlijk dat ze na die snelle 1-0 eigenlijk min of meer zijn gaan wachten op de Belgen. Ja, kan jij omzien zonder wrok? Ach ja, je moet geloof ik ook leren te kunnen verliezen natuurlijk in voetbal. En we hebben verloren. En als het voorbij is, dan kun je natuurlijk nog wat nakaarten over de dingen en de fouten die gemaakt zijn. Wat er fout gegaan is zoal, daar kun je nog over praten. Maar ik geloof toch niet dat je dan veel wrok moet koesteren. Maar alles reëel op een rij moet zetten. En gewoon zeggen van nou, ik geloof dat het daar en daar fout gegaan is. Laten we hopen die fout niet meer te maken. Heb je vrede met je bestaan nu? Nee, dat ik hier zit niet, nee. Ten eerste was er gisteren natuurlijk ook nog een wedstrijd waar we ook graag erbij willen zijn. Natuurlijk liever vandaag. Dus al met al is het een wat wrange aftocht geweest voor ons. Maar ik geloof dat hier gewoon een taak is weggelegd om er weer iets moois van te gaan maken. En 82 is natuurlijk een mooie gelegenheid alweer. Ja. Je verandert nu ineens van topvoetballer tot top televisieheld. Je bent op de Belgische televisie geweest, je bent gisteravond bij het ZDF geweest, je zit nu hier. Is dat een nieuwe toekomst voor je nu? Ik weet het niet. Je praat zo makkelijk over voetbal. Ach ja, men zegt wel eens dat ik te veel praat. Dus dat is de andere kant. Dan kunnen we de knop omdraaien. Ja, maar nee, de andere kant gewoon. Ik praat gewoon graag over voetbal. En ook de dingen wat analyseren en zo. Ik vind het wel leuk. Ja. Nou, analyseert Duitsland nou? Nou, ik vind gewoon dat ze erg knap begonnen. En die kans die ze dus uitspelen, die Rubens daar benut. Dat is de manier waarop het gaat, is natuurlijk een hele grote klasse. Dat misschien Faf in een grote vorm of in de vorm van de dag misschien toch nog iets had kunnen doen. Mm-hmm. Doet er niks aan af dat de manier waarop die uitgespeeld wordt, die bal, dat er natuurlijk gewoon vanaan dat er in die Duitse ploeg enorm veel klasse zit. Ze spelen tot aan de middellijn, spelen ze heel rustig, balbezit, heel zuiver, geen balverlies leidend. En dan plotseling, als de kans er is, dan versnelt de ploeg. Maar dat doen ze dan ook zo grandioos, dat er gewoon niets tegen te doen is. Want ze hebben gewoon al 2-3 keer alleen voor de keeper gestaan. Mm-hmm. Tegen een België, die toch bekend staat om zijn fantastische verdediging. Ja. En als je dat dan kunt, dan ben je gewoon een erg knappe ploeg, moet ik zeggen. Zie jij verschil in het spel van Duitsland, zoals ze tegen jullie speelden, of zoals ze nu spelen? Nou, ze hebben dezelfde ploeg en ik zie niet zo heel veel verschil. Want bij ons ook, vooral in het eerste kwartier, waren ze enorm gevaarlijk. Je kunt er bijna niet aankomen wanneer ze dus rustig die bal rondspelen. Daarvoor hebben ze gewoon te veel techniek in huis, die achterste spelers. En je komt altijd een mannetje tekort natuurlijk, als voorhoede speler, om ze het erg lastig te maken. Ik geloof dat Nederland dat in de tijd van Duitsland ook erg goed deed. Van achteruit die aanval opbouwen. 74. 74. En dan plotseling was die versnelling er. En ik zie dat de Duitsers ook perfect uitvoeren. Mm-hmm. En ik geloof ook dat ze namelijk in deze wedstrijd, en ik heb dat ooit eens meer gezegd toen ik Duitsland al zag spelen in hun kwalificatiewedstrijden, de ploeg die niet hetzelfde tempo gaat spelen als de Belgen, die gaat ze verslaan. Van in hun eigen tempo zijn ze oppermachtig. Maar op het moment dat die Duitsers het tempo verhogen, dat is dus vooral wanneer ze over die middenlijn zijn gekomen, ja, dan wordt het erg moeilijk. En dan lopen ze ook vaak te zoeken, ja, de Belgische spelers. Dat ze niet meer weten wie moet ik pakken en wie moet ik niet pakken. En ik geloof dat Duitsland, wanneer ze ook blijven verder spelen, een zekere overwinning tegemoet gaat. Omdat ik niet zie dat België op grote schaal gaat aanvallen. Ik denk dat ze toch blijven gokken op die één of twee kansen die ze krijgen. Ja. Ga nu maar door gewoon met je analyseren. We geven er een beetje beelden bij. De beste gedeeltes van de eerste helft op een rij gezet met uiteraard de Belgische goal. En dan eens kijken hoe Arie Haan dat allemaal interpreteert. Hoe gevaarlijk was het spel van de Duitsers? Hoe gevaarlijk was het? Mm-hmm. Een ander opvallend facet, maar misschien dat mij dat eerder opvalt dan jou. Ja, waarom eigenlijk? Het is vrij schoon, het is clean. Ja, maar kijk. Normaal, ik speelde zelf in de Belgische competitie. Daar wil natuurlijk in de competitie gebeuren ook wel eens dingen. Mm-hmm. Maar Duitsland, als de Duitse competitie, over het algemeen wordt dan erg, als ik dat zie, wordt erg clean gespeeld.
Daar hebben ze geloof ik een jaar of wat geleden hebben ze de scheidsrechters erg streng opgetreden tegen overtredingen. En het is natuurlijk ook niet mis als in Duitsland geschorst wordt. Is het meteen 6 wedstrijden. Mm-hmm. 7 wedstrijden. En daar zijn ze niet mals in. Plus de poen die... Ja, natuurlijk. En als ik hoe met de ding aan Petzai van Frankfurt, ja, die al 2 keer de slachtoffer was. Dus de spelers, de Duitse spelers, die waken daar wel voor dat het niet gebeurt. En België heeft dan een paar harde verdedigers, maar over het algemeen toch een voetballende ploeg. En dan zie je dus dat voetbal toch nog wel leuk kan zijn. Ja. Aan de ene kant geloof ik dat België... Ja, dat wil ik wel graag terugkaatsen hoor. Nou, ja. Ik kan me nog wat wedstrijden van het Nederlands team herinneren, dat de schoffel uit de schuur werd gehaald. En dat heeft dit toernooi toch geen goed gedaan. En daar was jij ook bij. Ik leg het gewoon voor je op tafel. Ja, nou, ik zal het eraf leggen. Nee, maar... ik bedoel tegen Tsjechoslowakije op een gegeven ogenblik. Maar ik vind, wanneer een ploeg die positief speelt... Ja. Die probeert te voetballen. Ja. En is een andere ploeg die probeert het af te breken. Dus voor het publiek onaantrekkelijk te maken. Dan vind ik dat alle twijfel moet voor de ploeg zijn die positief speelt. De scheidsrechter is een deel van het geheel. Die moet gewoon zorgen dat er ook een leuke wedstrijd gespeeld wordt. Daarvoor is hij om die overtredingen te bestraffen. Maar daarvoor is hij er ook wanneer de ploeg die erg negatief speelt. Om die dus tot de orde te roepen. Want er is nog altijd zoiets als spelbederf. Daar kan de man ook in optreden. Mm-hmm. En die wedstrijd tegen het Tsjechoslowakije is er bijvoorbeeld helemaal niet gebeurd. Mm-hmm. Ja, op een gegeven moment gaat het zo lang duren, al die vrije trappen. En ik moet eerlijk zeggen, de Tsjechen waren ook niet mals in hun tackles, want ze schoppen toch ook Nanninga eruit. Ze schoppen van de Kerkhof eruit. Toch allemaal met gestrekt been naar voren. Ja. De tweede helft dan is het 1-1 en ze blijven maar zuigen en zuigen met die vrije trappen en de overtredings die toch ook volgen. Dus op een gegeven moment kan ik me voorstellen dat een scheidsrechter als die hok, die het helemaal niet in de hand had, dat er iets gedaan wordt wat eigenlijk niet door de beugel kan. Ja. Maar hij mag geloof ik nog blij zijn dat de spelers op het veld toch nog een beetje het geweld in het midden echt hebben gelaten. Want anders was het een echte veldslag geworden. Het leek er al op. Maar nee, maar dat had nog veel merendeel, nee, laat ik het zo zeggen. Het merendeel van wedstrijden in dit toernooi is bepaald door kei en keihard optreden. En dat mis je in deze finale. Je mist het gelukkig. Hier wordt gevoetbald. Dat is een positief facet. Heel erg positief. En daar ben ik ook gewoon erg blij mee. Want ik heb gisteren, dus tegen toevallig ben ik de scheids Aldingen tegengekomen. Die de wedstrijd Engeland tegen België ook gefloten heeft. Daar ook mee over gehad. Ik zeg, als er al hard gespeeld wordt, dat ligt aan de scheidsrechter. Als er maar optreedt, direct de eerste keer, dan wordt er al een stuk minder. Het is gewoon de persoonlijkheid van de man in het veld die beslist wat er gebeurt. Hij heeft de macht. Ja. Dus, en dat de spelers op een gegeven ogenblik misbruik gaan maken, ja, daar kan ik op een gegeven moment wel inkomen. Wanneer dus een speler aangetrapt wordt van achteren. Wat niet altijd gebeurde bij het Tsjechen, wat altijd gebeurde bij de Italianen. Ja, en er wordt dus niet opgetreden zoals eigenlijk in ons geval dus de Nederlanders dachten tegen die Tsjechen. Ja. Ja, dan ga je het recht vaak in eigen hand nemen. En dat kan ik natuurlijk niet goedkeuren, zoiets. Maar ik kan me wel voorstellen dat er op zo'n moment het ging al slecht bij ons. We hadden nog een kans via die 2-1 zelfs, ja, om nog te kwalificeren voor die derde en vierde plaats. Dan kan ik me toch wel voorstellen dat er iets aan je omgaat. Geef je dat geen, ja, het is een naamwoord, maar geef het je geen lullig gevoel als je zo hard hebt staan schoppen? Als je zo ja, onbesuisd bent bezig geweest? Nou, echt onbesuisd. Ik heb dus namelijk op mij... Ik heb namelijk, nou, ik praat in de... Ja, in het algemeen. Nee, maar ik kan dus het beste mezelf eruit halen. Die keer dat ik vang een keer eentje op langs de zijlijn. Nou, die man was er gewoon door en dat zie je in elke wedstrijd. Ik doe niks bijzonders. Daarbij heb ik Paninka, waar ik die gele kaart op krijg. Dat was een tackle. Die komt van voren en niet van achteren. Kijk, ik vind het verschrikkelijk als die tackles van achteren komen namelijk. Ja. En van voren, dan vind ik nog dat je een fan bent als je iemand van voren aanpakt. Van je ziet hem aankomen. Ja. En aan de andere kant, net als in deze wedstrijd, als het voetbal zo gespeeld wordt, dan zal het leuke voetbal ook terugkomen namelijk. Oké, hoofdstuk afgesloten, daar zullen we niet meer over praten. Even kijken, er loopt nog een beetje muziek daar op dat veld. Arie, nog één vraag. Wat zou jij nu doen als je de coach van de Belgen was? Ja, een hele moeilijke vraag. Want normaal, zoals de wedstrijd nu loopt, is België niet sterk genoeg om met de Duitsers te gaan winnen. Dus nu kun je zeggen op een gegeven moment, ik gooi er een spits bij. Maar ik geloof niet dat dat de oplossing is. Ik dacht dat ze ietsje meer risico moeten nemen van achteruit. Dat wil zeggen van op het moment dat die aanval naar voren gaat, dat ze dan met z'n allen iets meer aan gaan sluiten als dat ze tot nu toe gedaan hebben. Ze hebben nu te veel gespeculeerd, dacht ik, op die 1-2 kansen die ze krijgen. Maar dat ze nu bij iedere aanval in zijn totaliteit, dus een Gerrit, die 1 keer mee geweest is, nu, als hij even de kans heeft, mee moet gaan. En dan maar
het risico nemen van dat Adolfs een keer blijft staan. En dat die bal verspeeld wordt en dat hij in de diepte gaat. En dat hij dus geklopt is. Aan de andere kant ben je dus een man meer. Als je wel gaat, hij blijft staan. Ja. Ik geloof dat risico moeten ze nu nemen. Want 1-0, 2-0 of 3-0, het maakt in principe weinig uit. Je moet winnen, hè? Alleen is het wel zo natuurlijk dat je, als je 3 of 4-0 verliest, dat je de pers op je nek krijgt. Okay. En bij 1-0 niet zozeer. Oké, okay, wij gaan snel over naar Rome hier in Steeuw.